Dit is Tijd met Jezus, jouw dagelijkse Bijbelmoment. Luister in de stilte naar de stem van de Heer. Dit is het Bijbelwoord van deze dag. Matteüs 5, vers 13. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Wat valt je op aan deze woorden? Wat raakt je? Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Ik heb je geroepen om zout te zijn in deze wereld. Je bent in mijn naam een smaakmaker. Breng smaak aan door je nederigheid en zachtmoedigheid, je zuiverheid en je barmhartigheid. Blijf daarom in mij, want anders verlies je je smaak. Wees vandaag zout in de wereld. Wees smaakmaker in al je ontmoetingen met naasten. Bid deze woorden en blijf dan nog even stil in de aanwezigheid van Jezus. Jezus, laat me als zout smaak brengen in deze wereld. In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.